Het personeel van apotheek Lichon, dat al ruim een week actie voert, hoeft niet te rekenen op een loonsverhoging. Dit zei de interim manager van apotheek Lichon, Humphrey Hasrat, vandaag tijdens een openbare bijeenkomst met de Lichon werknemersorganisatie onder leiding van Michael Salons. Hasrat deelde mee dat de apotheek dit jaar een verlies zal leiden van ruim 1,5 miljoen Surinaamse dollars. Daarom kunnen er volgens hem ook geen loonaanpassingen worden doorgevoerd. Als we werken met de normale marge die apotheken hanteren, als de apotheek spullen inkoopt, medicijnen en doorverkoopt, dan mag je 35% winstmarge erop zetten. En met die winstmarge moet je dan je hele bedrijf draaien. Hanteren we de 35% winstmarge, dan zal Lichon dit jaar, gezien dus het aantal recepten wat wij verwerken, de productie die we maken, zal Lichon eind van het jaar ongeveer 1,5 miljoen Surinaamse courant verlies leiden. Dat is de prognose. Dus ten aanzien daarvan weet ik niet wat eind van het jaar de balans wordt, maar het ziet er niet goed uit. Dus als het gaat om extra geld uitgeven, betekent het dat de verliesrekening alleen maar hoger gaat worden. Dat is wat ik daarover heb te zeggen. Dus ik weet niet. Zoals de zaken nu voorliggen, zie ik geen mogelijkheden om loonaanpassingen te doen in positieve zin. Salons, die niet gecharmeerd was van de mededeling van Hasrat, vond de bijeenkomst zinloos. Hij zei dat tijdens de algemene ledenvergadering van de bond besloten zal worden wat de volgende stappen zullen zijn. We zijn hier eigenlijk, denken wij, uitgenodigd om te starten wat loonsverhogingen aangaat. En ja, als er zoveel pers bij is, dan hoe houden we het nog schuil om verwachtingen te verwekken? Want wij hebben gedacht tenminste dat wij hier zouden komen en een tegenvoorstel krijgen. De vorige keer hebben we al vernomen van de interim manager dat er een concept is, dat er 2 weken gevraagd worden op onze ALV hier gehouden. Op de stoep van het SZF zijn de mensen eens gegaan met die 2 weken. En die 2 weken zijn gisteren verstreken. Wij dachten dat wij vandaag een overzicht zouden kunnen krijgen om naar de mensen terug te gaan om te zeggen geen of wel loonsverhoging. Maar ja, misschien komt het nog, maar ik wens echt niet over bedragen. Dat is de manier hoe ik al 35 jaar vakbond doe. Over bedragen, over loonsverhogingen. Ja, in het openbaar te praten. Michael Salons, voorzitter van de Lichon werknemersorganisatie, vandaag tijdens een bijeenkomst met Humphrey Hasrat, interim manager van apotheek Lichon. De bond kreeg daar te horen dat er geen loonsverhogingen zullen worden doorgevoerd.